In een recent onderzoek onder innovatiemanagers bleek dat zij het vermogen om kansen te zien als een van de belangrijkste voordelen ervaren in hun mentaliteit. En kansen, nou ja, die zijn eigenlijk overal om ons heen. Maar we zien ze vaak niet, omdat ja, we er eigenlijk niet zo op zoek naar zijn. En in deze video ga ik je dan ook laten zien hoe je jezelf kan trainen om meer kansen te gaan zien. Vraag je misschien af, waarom is dat nou zo belangrijk om kansen te leren zien? Maar ik denk dat het essentieel is voor de vernieuwing. En zeker voor al die vernieuwingen waar we nu mee te maken hebben. Zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en noem maar op. Dus het gaat om een hele belangrijke vaardigheid die iedereen die kan ontwikkelen. Maar helaas laten we heel veel grote kansen liggen. En dat is gewoon zonde, want met een klein beetje oefening kun je dus elke situatie, kan je daar dan in kansen zien. Dan vraag je je af, wat is een goede start? Waar zou ik eens mee moeten beginnen? Nou, een van de belangrijkste dingen die je in het leven kan doen, is je ogen natuurlijk open te houden voor kansen. Daar kan je bewust mee bezig zijn. Want in welke situatie je ook bevindt, er is eigenlijk altijd ruimte voor nieuwe ervaringen, voor het ontmoeten van nieuwe mensen, maar ook voor manieren om een situatie waaraan jij bijvoorbeeld nu werkt, om die te verbeteren. Nou, wat als? Natuurlijk, niet iedere kans zal een goede zijn, maar het is belangrijk om je op ze bewust te worden van de mogelijkheden. En de meest krachtige vraag die ik mezelf dan stel is, wat als? Wat als ik één probleem in de wereld zou kunnen oplossen? Wat zou dat dan zijn? Wat als ik de beste manier heb om te beoordelen of een idee de moeite waard is om uit te voeren? Welk idee zou dat dan zijn? Of wat als mijn organisatie Google zou zijn? Wat zou ik dan doen? Het stellen van de wat als vraag gaat je helpen om de wereld in een heel nieuw licht te zien. En jezelf open te stellen voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Dus als je nou de volgende keer eens vastzit, denk er dan aan om die vraag te stellen. Wat als? Je weet namelijk nooit wat er om de hoek ligt op je te wachten. Nou, wil je meer van dit soort suggesties om jezelf te trainen, om overal kansen te zien? Ga dan naar ons blogoverzicht op onze Game Changer site